Wij willen niet dat onze leerlingen, in schooltijd, na schooltijd en voor schooltijd in het winkelcentrum hier op een steenworp afstand komen. Wat vind je ervan dat je de supermarkt niet meer in mag? Beetje belachelijk, want het zijn natuurlijk kinderen die een beetje gaan relschoppen daar, maar niet iedereen. En ze maken er wel heel veel misbruik van. Uit veiligheidsoverwegingen om dus diefstal te voorkomen, moet je iets doen. En dan is dit een keus. We hebben een beleid dat we eigenlijk zo min mogelijk overlast aan de wijk waarin wij ook wonen willen geven. En dat betekent dat we onder andere het afval opruimen. Dat betekent dat wij één keer per jaar een avond organiseren voor de wijk. Waarbij we met de wijkbewoners in gesprek gaan over overlast en dergelijke. En dat betekent ook dat we dus zeggen, onze kinderen hebben we liever niet in het winkelcentrum. Af en toe moeten we wel voor een opdracht naar binnen, maar dan krijgen we toestemming van de docenten. Dus, maar voor de rest mogen we echt niet naar binnen. Wat doen ze dan als je naar binnen loopt? Vragen ze of je op panterij zit. En als je dan zegt nee? Gaan ze daar bellen en dan vragen ze om je naam. En dan bellen ze of ze je kennen en als ze je kennen word je geschorst. We hebben hier inderdaad over gesproken met de anderen, maar dat is eigen beleid. Ook omdat wij zelf onze verantwoordelijkheid in deze willen nemen. Maar ik wil deze overlast, in elk geval voor mijn school, zoveel mogelijk beperken.